Ja, mensen, dit muntje grijst hem af. Tot wanneer? We weten het niet, we zien het wel. Het is dinsdagmiddag. Henk de Haan is net terug van een vermoeiende, maar boeiende reis. De Noorse stad Stavanger ligt er normaal gesproken rustig bij. Maar dat was afgelopen weekend wel anders. Een groep van 32 FC Groningen supporters reisde naar Noorwegen om bij de afscheidswedstrijd van oud FC Groningen speler Erik Nevland te zijn. Nevland nam afscheid van 16 jaar betaald voetbal met zijn laatste wedstrijd bij Viking FK in Stavanger. Geen ongeluk gebeurd. Ja, dat is het belangrijkste van alles natuurlijk, dat er niet iemand zijn nek heeft gebroken, want we hebben wat hachelijke momenten doorstaan. In het natte, natte Noorwegen. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat we ervan gaan genieten met z'n allen. En gewoon, nou, net zoals de hele reis al een beetje lol met elkaar hebben, ook tijdens de wedstrijd. En natuurlijk dat hij veel speelminuten krijgt. En als hij eruit gaat, nou ja, staande ovatie. Ja, dat lijkt me echt heel mooi. Nevland is een hele grote man daar. Dat merkt hij ook aan alles. Ook hoe zijn stadion hem toeriep en zo. En ja, het is een grote jongen. Als je nu aan Groningen terugdenkt, hè? Hoe herinner jij je FC Groningen? Met een heel mooi gevoel. Niet alleen de club, maar ook de stad, de mensen. En, we hebben zoveel vriendjes nog steeds in Groningen. En, het is gewoon een hele mooie periode geweest. En, ik mis het wel een beetje. Na de tijd en voor die tijd hebben we met hem gesproken. En heeft wel duizend keer dank u wel gezegd, wat fantastisch. En zijn vrouw ook na de wedstrijd een cafeetje met z'n allen aan de Polonaise of PR-ringers van Carnaval het Noorden. En hij heeft wel duizend keer gezegd van hoe geweldig het wel. Hij schaamt zich een beetje voor soms. Ja, positief bedoel, hè? Van nou, dat we dit allemaal voor hem over hebben. Zo kwam hij ook over. Jongen, maar Emiel, het was fantastisch. Je hebt ook een mooi aandenken. Daar droomt iedereen van. Het wedstrijdshirt van Erik Nevland. En ik heb hem gewoon. Oh, hij stinkt nog een beetje. Ik heb hem niet in de was gehad natuurlijk. En ja, geweldig. Lize, dat blijkt de Noorse SM te zijn. Ook wel heel grappig natuurlijk. Ja, dat is fantastisch. En met nummer 10 natuurlijk, Erik Nevland. En hij zit me redelijk strak. Geeft allemaal niks. Maar dit is het ultieme.